Ja, waar zou ik beginnen? Oh ja, allereerst heb ik dus kaarten gewonnen via de High Challenge. Dankjewel High daarvoor. We zijn net aangekomen in Landgraaf na een lange reis vanuit Amsterdam. Ging hartstikke lekker voorspoedig. Tentje opgezet, super blij mee. Matrasje opgepompt, hartstikke lekker. Het was super lekker weer vandaag, maar het is nu een beetje grijzig. Laat zien. Een klein beetje geregend net, maar de rest van het weekend ziet het er goed uit qua weer. We gaan zo naar de Stones en nou, dan spreek je zo weer. Hartstikke toegankelijk en de munten waren gewoon muntjes. Ja, super relaxed. Maar ik wil nog één ding zeggen, Metallica speelt daar nu, zoals je ziet. En om dit even af te sluiten, tot ziens. Hey, dikke doei! Dus, mijn eerste indruk. Nou, mijn eerste indruk is best wel overweldigend, moet ik zeggen. Ik zou je even laten meegenieten van de ambiance. Hallo. Even terug, dankjewel. Daarbij wil ik graag vermelden dat tot nu toe, maar dat meen ik echt, het personeel uitermate vriendelijk is. Sterker nog, ik ben zelfs geholpen bij het opzetten van mijn tentje. Nou, hier hou ik bij. Mijn eerste indruk is tot nu toe heel erg goed. Kat. Ja, eten en drinken, waar ik het graag even over heb. Ik heb helaas niet kunnen wachten om jullie dit broodje te kunnen laten zien, maar ik kan je vertellen, hij was hartstikke lekker. Zoals je ziet, zie je allemaal eetentjes hier. En dat loopt dus rondom het hele festival. Het is zeer gevarieerd en de prijzen zijn, nou ja, best wel goed te doen. Dus eten en drinken, wederom Pinkpop 2014, meer dan voldoende. Dankjewel. Mijn conclusie. Ik vond Pinkpop erg geslaagd. Mede door het lekkere weer natuurlijk, maar kijk nou eventjes. Kijk eventjes goed. 60.000 man. Om en erbij. Hartstikke leuk gehad. Maar het is bloed en bloed en bloed heet. Ik zit er best wel een beetje doorheen, maar het was fantastisch. Dankjewel.